Vanavond in TXN, geen 26 mei 2017. De appels worden duur verkocht. Nieuwe formatiegesprekken in Den Haag. Dat is leuk, goed en geinig allemaal. Voorlopig houden ze allemaal de poot stijf. Er gebeurt weinig tot niks, maar wie weet komen ze uiteindelijk toch nog goed van af. In ieder geval, ze proberen de appels duur te verkopen. Duurdere appels door slechte oogst. Het gaat eigenlijk niet om de slechte oogst, maar het gaat om de nachtvorst. En daardoor zijn veel appels in heel Europa hun bloesem kwijtgeraakt. En daardoor worden de appels inderdaad duur verkocht. Dit is inderdaad de titel van deze journaal. Teletext en Gein van vandaag, de 26e. En inderdaad, de appels worden binnenkort, dus volgend najaar, duur verkocht. Grote brand in centrum van Deventer. Het ging om een broodjeszaak. Die wilde ook appels gaan verkopen. Vraag me niet waarom. En dat wilden de appelverkopers niet. En daardoor hebben ze brand gesticht, zullen we dan maar zeggen. Hè? Ook hier worden de appels duur verkocht. Nee hoor, dit was een geintje. Mike Place is nou dakloos geworden. Want hij woonde boven de winkel. En... help die jongen even aan wat subs. Mike Place heet dat. Want ik weet dat hij in Deventer woont. Start G7, de moeilijkste in jaren. En door wie zou dat nou wel komen? Inderdaad door een zekere Donald J. Trump. Om het maar kort zo te zeggen. Er wordt heel wat getouwtrekt. En we zullen wel zien wie de appels het deurs verkoopt. Donald is meer van de handel en de rest is meer van het klimaat. Dus wie weet wordt het klimaat toch niet helemaal de pineut. En anders worden de appels nog duurder verkocht. De aanslag op Kopten in Egypte, ja alweer moeten we er helaas bij zeggen. Ongeveer 250 kilometer ten zuiden van Cairo. Ik ben daar waarschijnlijk met de trein langs geweest. Met de nachttrein om precies te zijn. Destijds 5 jaar geleden plus minus ongeveer. En het vermoeden bestaat dat de Islamitische Staat erachter zit. Ja, alweer die lui. En dit keer zullen de appels duur verkocht worden voor de Islamitische Staat. Roddels en achterklap. Ik zie ruilt Volkswagen in voor Mercedes. Teletextpagina 111. Een tante van mij zei ooit: iedereen die in een Mercedes rijdt is een boef. Nu gaat de politie in een Mercedes rijden, dus eigenlijk zijn dat dan volgens die tante ook boeven. De vraag is dan: wie gaat nu de boeven vangen? De boeven of de boeven? Om maar zo te zeggen. Kortom. Het gaat hier over de gewone politieauto's en niet over de snelle politieauto's. Daar wordt later over beslist. Ze hadden de keuze tussen Mini, Opel, Peugeot, Volkswagen en dus ook Mercedes. Ja, ja. Kortom, de appels worden duur verkocht bij Mercedes. Tientallen burgerdoden in Syrië. Teletextpagina 125. In de Oost-Syrische stad Mayadeen zijn veel burgerdoden gevallen tijdens een luchtaanval van een coalitie van de VS en bondgenoten. De stad Mayadeen is in handen van de Islamitische Staat. Eerst werden er 35 burgerdoden gemeld en nu is het aantal naar boven opgeschroefd naar een aantal van ongeveer 100. Ja, de appels worden duur verkocht voor de Islamitische Staat, maar het zijn burgerdoden en dat is ook eigenlijk niet goed te praten. Zee, leeuw, trekt meisje het water in. Teletextpagina 406.
Kijk, dat is nou heel aardig van die zeer Neil, want het is vrij warm en het meisje zal wel blij zijn of niet. Het meisje beleefde angstige momenten in de stad Richmond in de buurt van Vancouver, dat is ergens in Canada. Toen ze na het voeren van de zeemeeuwen op een richel zat, werd ze plotseling in het water getrokken. Een man die het zag twijfelde geen moment en sprong meteen in het water om het meisje te redden. Uiteraard, want het is daar ook warm, maar niet heus. Het meisje was erg geschrokken door de actie van de zeeleeuw, maar raakte niet gewond. En de zeeleeuw zelf dacht van, ah, dat is een appeltje voor de dorst, laat ik dat appeltje eens duur verkopen. Maar in het algemeen moet men zich afvragen, wie gaat er nou zeeleeuwen voeren?